beste kijkers. Welkom terug bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer en mijn playthrough van Uncharted The Lost Legacy. We zijn gebleven bij Chloe, Nadine en Sam. Die aan Asaf en een verdrinkingsdood zijn ontkomen. Echt nog nooit van gehoord. Het was een compliment. Hij geeft er een compliment, wordt niet gewaardeerd. Maar goed, wat ik dus zei, ze zijn aan Asaf ontsnapt en nu moeten ze hem tegenhouden voor hij de task gaat verpatsen. En een waanzinnige burgeroorlog start met dat geld. Oké, dan wisselen maar. En Chloe is nu even als mediator tussen Nadine en Sam aan het optreden. Maar ik merk al dat het in ieder geval iets beter wordt. Ze zijn bereid in ieder geval gewoon normaal samen te werken. Vriendschap? Allemaal nooit niet, denk ik zo. Perfect. Kom op. Oké, van de boven. Na u, juffrouw Ross. Noem me niet zo. Het is puur zakelijk, natuurlijk. In dat geval, zeg maar mevrouw. Ja, doei. Dat gaat niet gebeuren. Echt zo, ze stond het er eerst op dat hij haar mevrouw Ross noemde. Nu wil ze dat gewoon helemaal niet meer. Oké, daar kwamen we vandaan. Nog even en we zijn bij het treinstation. En hij is Sensei Treasure. Je kunt mijn touw gebruiken. Ga maar, hij mag mijn touw. Ik hoor bij de touwclub, wat een eer. Ja, touwclub, exclusief. Nice. Veilig, kom op. Hier, ik heb je touw. Dank je. Oh, dit wordt steeds beter en beter. Met de Asaf's mannen en Shoreline lopen daar misschien wel tientallen mannen rond. Wacht eens. Wat zit er in die kist? Wapens, munitie of zo. Misschien. Of iets anders, nefarious. Ik dacht dat Shoreline niet in wapens deal. Doen we... Ze ook niet. Ja, supermooi die kist. Waar is de tand? Nou, daar is Asaf. Met... Orca. Wie? Dat was mijn luitenant. Oh. Die gast ken ik nog. Kijk hem dan. Hij heeft nog steeds dat matje in zijn nek. Toch? Ze snapt hem. Okay. Dat is dus degene die haar verraden en er met de schat vandoor ging. Je vriend Orca heeft de tand. Die is hij dan zo weer kwijt. Hé, hey, wacht. Hebben we ook een plan dan? Ik zei toch, er zijn tientallen gasten daar. Rustig. Dan leef je langer. Ik ben zo trots op je. Wat is dit nou weer? Oké, dat is cool. Kijk vooral uit met Ross. Begrepen? Oké, even een momentje. Dat is wat ze helemaal aan het begin van de game tegen Nadine zei. Relax, dan leef je langer. En ze zegt dat nu tegen Sam. Zij zo, ach, ik ben zo trots op je. En Sam snapt er geen hork van. Maar oké, Asaf die verpatst die tand dus aan de luitenant van Nadine. Die er vandoor ging met het weinige goud van Henry Avery. Dus Nadine die heeft een pesthekel aan hem. En dat hij heeft daar blijkbaar een soort van wapen mee gekocht. En nu onder Orca's leiding dealt Shoreline dus gewoon in wapens in plaats van in mannen.
Oef, echt, hoe langer duurt, hoe pissiger Nadine wordt. En ik bid echt dat ze niks stoms doet verder. Lekker. Als ze iets stoms doet, snap ik heel goed waarom. Onze tante. Oké. Echt dat ze die huurlingen toch ook nog een beetje menselijkheid maken. Zo van, ze hebben geen idee wat ze met dat geld aan moeten investeren. In wat? Ik heb geen idee wat dat is, investeren. Ah, kut. Verdomme, dat was niet de bedoeling allemaal. Oké, daar ben ik wel blij om, want dat ging gewoon helemaal fout. Oké. dit is echt heel erg lastig. We doen het wel zo. Oké, maar voor we dat neerhalen doen, moeten we eerst al die gozers hier opruimen. Ik jou ook. Tot ziens. Zo. Wat is daar in godsnaam aan de hand? Oké. Oef. Geluiddemperpistool is gewoon niet krachtig genoeg. Dus we doen het zo. RPG, oké, dat kan nog van pas komen. Maar eerst die manschappen. Oké, er lag daar een RPG. Al die mannen. Oké. Nu hebben we vrij spel. Yes! Oké. Er komen er nog meer. We zijn nog niet veilig. Komt in orde. Ik ga er wel mee.
Nog een RPG. Oké. Okay. Harris. Dat is 2. Ja, oh, hoe kan het ding nou vliegen? Ik geef jullie niks zien. Plot armor. Kut. Rot op. Klootzak. Zo. Nou! Ah, crap. Dit is echt stond vervelend zo. Oké. Holy crap. Is dat wel veilig? Tuurlijk niet. Kom op. Touwen vasthaken aan de heli. Where is that damn chopper? Daar is het. Oh my gosh. Oké, okay, dit is best wel dope. Oh gosh. Daar gaan we. Hey. Hey. Oh, boy. Oh shit, wat gaat het doen? Oh. Oh my god. Oeh! Shit! Tering! Jezus! Wat een geplet! Oh man, you motherfucker are a hard one. Oeh. You treacherous son of a bitch. Net zo mooi als vroeger. Wat heb je verdomme gedaan met mijn bedrijf? We maken nu winst in elk geval. Volgens mij was het een retorische vraag. Ik had je moeten afmaken op dat verdomde eiland. Had het maar gedaan. Toen had ik niet gezien hoe je ons hebt verraden en daarna in de steek liet. Oké, rustig. Vecht dat maar uit in jullie eigen tijd. Oké? De tand, klaar? Jullie twee. Partners. She's not denying it. Slecht geheugen of je bent nog wanhopiger dan ik al dacht. Jezus, ik krijg het vandaag wel van alle kanten te horen, hè? Ze is niet bezig met wapenhandel met rebellentuig. Ja, kijk, dat is het. Dat is het, hè? Altijd mis je het grote plaatje. Denk je nou echt dat ik dit ding zou ruilen voor een beetje munitie? Waar heb je het voor geruild? Kan me niet schelen. Geef hier die tand. Verdomme. Je mist zo al het vuurwerk nog, meid. Oh mijn god. Ze hebben een bom. Eens. Ze hebben een bom aangeschaft. Oh, kut. Vang. Pistool! Oh! Nice! Hij heeft haar gered. Oh my gosh. Goed zo. Dank je. Misschien een beetje afwijking. Ga van me af, man. Ja. Goed gedaan, Sam. Ik ben trots op je. Maar nu hebben we hem. Zie hem staan. Mag ik dat misschien even zien? Hey, dat is voor een derde van mij, hoor. Jullie delen Chloe's deel. Nou, boe. Okay. Ik weet dat dit nieuw voor je is, maar dit is dus niet helemaal hoe het werkt, hè? Zie het maar als servicekosten. Hey, wacht nou eens even, verdomme. Dit is een bom. Wat? Oh mijn god. Asaf ruilde de tand voor een bom. Dat moet niet zomaar een bom zijn geweest, dan. Atoombom of zo? Dit is heftig. Ja. Deze rails leiden door de stad. Oh my god. We moeten snel naar de stad. Hij gaat de hele stad opblazen. Dit kan levens kosten, duizenden. Niet als we hem tegenhouden. Maar we hebben waar we voor kwamen. Sam. Nee, dat is niet hoe het werkt.
Wat? Ah, ze gaat niet serieus achter die trein aan. Dat doet ze wel. Chloe, you are great. Prima. Heb je wel een plan? En sinds wanneer is dat een voorwaarde voor deze organisatie? Ga je haar dit nou echt laten doen? Nee, ik vind wel dat ze een punt heeft. Shit, ik weet het niet, oké? Dit is niet ons probleem. Dat zei je toch zelf? En zelfs als je die trein al inhaalt, wat dan? Die bom ontmantelen is onmogelijk. Je hebt gelijk. Moet hij iets doen. Goed. Goed, dus we gaan naar de politie. Het is niet ons probleem. Het is mijn probleem. Als die bom afgaat in de stad, hebben we een burgeroorlog. Ik kan niet weglopen. Mina, dat meisje, zal er ook slachtoffer van worden. Het wordt je dood. Daar kan ik mee leven. Oh, Chloe, I love you. Bewaar mijn deel van de tand, oké? Voor het geval dat. Maar gaat ze er helpen of doet ze dat niet? Oh, Sam! You son of a bitch. Ik wil me toch niet bij haar achterlaten? Eruit. Nee. Ik zit voorin. Prima. Neem ik de achterbank. Oké, jongens. Goed zo, driemanschap. Let's go. Ik ben zo trots op jullie. Wat? Oh, come on. Goed, volg de brug. Oh, this is gonna be fucking dope. Heeft iemand hier een weg gezien? Ik maak mijn eigen weg. Nou, kijk maar uit waar je rijdt dan. Ja, dat is ziek. Wil jij liever rijden? Nou, best wel. Goed. Riemen vast, schatje. Jammer voor je. Fucking hell. Dit gaat nog heftig worden. Het wordt wederom, net als in Uncharted 2, een gevecht op de trein. Daar! Ik zie de trein! We halen hem in! Blijf vastgrepen! Shit! Motor uit! Oh man! Het is een mix van Uncharted 2 en 4 zo. Cool! Ik weet nog wat een pain in the ass die trein was. But this is badass! We zitten weer midden in de blockbuster actie. Goeie, dank je. Aan de kant. Op ratten. Die motoren die worden gewoon meters opzij geschoven als ze ze raakt. Top. Yeeha! Dammit, kom op, vooruit. Trein, daar is de trein! Sam, pas goed op de slagtaf. Maak je geen zorgen. Ja, alsof je die laat gaan. Oké. Okay. Ik help je aan boord. Laat mij maar. Succes, David! Succes, Sam. Hou die tand veilig. Succes. Denk je dat hij het redt? Kan jou dat het schelen? Nou ja, hij heeft een tand. Oh, be honest. Die zou het jammer vinden als hij dood ging. Bij de locomotief. Oké, dan gaan we daarheen. Wacht even. Treasure. I can sense the treasure. Ah, goddammit. Te veel zoekwerk zo. Oh, dit is dope, jongens. Dit is echt weer Uncharted 2. Ah, ja, daar is hij. Oeh, pistool van de VOC. Wat doet dat hier helemaal, zeg? It's dope. Ja. Sam redt het wel. Hij heeft in veel gekkere shit gezeten. Nu hebben we de tijd om dit even te bespreken. Chloe is echt veranderd in een onzelfzuchtige heldin die het leven van anderen boven dat van haar stelt. Oh, en ze weet dat mensen, ook dat kleine meisje zoals Mina,
zal sterven als ze Asaaf niet tegenhoudt. En dus riskeert ze haar eigen leven om Asaaf te stoppen. En Nadine volgt haar. Wow, want het is haar vriendin en ze respecteert de keuzes die Chloe maakt. En Sam? Je zou verwachten dat hij gewoon lui is en hen het werk gaat doen. Maar nee, hij laat Chloe ook niet in de steek. And I freaking love him for that. Oké, dat gaat lekker. That is what you call character development. Oké. Hierheen. Ziet dat ze die trein een stuk beter en realistischer ingericht hebben nu. Oh shit, gezelschap. De mannen van Asaaf. We hebben het verrassendje element nog. Oké. Careful now, careful. Gotcha. Oké. Maar nu weten ze dat we er zijn, helaas. Oh, daar is er één. Oké, heb eens. Die is te ver. Pak aan. Oké, nice. Houd het tegen. Houd ons niet tegen. Goed gericht. Dank je. Fucking hell. Hoeveel zijn er van die gozers? Jullie ook. Intens, jongens. Oké. Ik zie ze. Wat doe je? Dank je. Oké. You want a bet? Gaat goed zo. We komen vooruit. Holy fuck. Okay, let's go. Move, 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 move. Woo! Oh yeah. This is top notch. Dit is, echt opschieten. Dit is wederom Uncharted op zijn toppunt. Stap gelopen!
Oké, doorgaan, 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 doorgaan. Kom aan. Domme, ik kan niet op die tank klimmen. Er moet een andere manier zijn. Ik zie hem niet. Een auto? Ja, dat dacht ik al. Oké, nice. Yeah! Let's go. Oh ja, dit is cool. Uncharted is back, baby, in all its glory. Oh, zo! Auto staat in de fik, wegwezen! Ja, ik wil wel. Zo, sorry, man. Sorry, not really sorry. Let's go. Oké, we komen er wel. Die ligt. Woe! Oké. Dat was lekker. Dat was toch. Oké dan. Oh shit, oké. Beetje doorlopen. Kom voor de bakker. Oké, gaat goed. Let's go. Weer geblokkeerd. Ik ben erg dol op dat de meeste actie zijwaarts is in plaats van op de trein zelf. Dat maakt het veel entertainender zo. Oké. Ze hebben bos gespeeld. Hou je hoofd laag. Oké, we hebben weer een auto nodig en snel. Ze doet weer net als Nathan. Oh my god, dit is zo cool. Dichterbij, come on. Shit. Die trein is fucking snel. Oh, ja. Goed eruit, Hebbes, oké. Oh my god. Dit is weer net zo crazy. Als in Madagascar. Meen je niet? Ik trek ze naar de Oké, laat ze maar komen. Ja! Pas op voor die sluitschutters. Oh my god, dit is zo fucking gaaf. Trying. Ah, boom. Oh shit! I got you blind. Wie? Oh hi. Oh my god, so. Oh, heck well. Okay, deze truck gaat vol. This is insane. God, wie een stomme idee was dit? Mijn is... Oh ja. Kom op, we zijn bijna bij de voorkant van de trein. Oh my gosh. Ik zeg heel vaak... De bom, de treinkamer. Asaf is pas maanden aan het plannen geweest. Dat maakt het alleen maar leuker om hem dwars te zitten. I agree. Ik zag vaak Omar Garcia, maar dit is gewoon blockbuster actie ten top. Dit was gewoon zo fucking gaaf. We zijn er bijna, denk ik.
heeft zichzelf vast opgesloten binnen. Dit is echt heel zwaar. Ga maar, ik heb hem. Oké, nou punt. Hij is veel groter in het echt. Ja, het oh boy. Hier, help me. Nog net geen atoombom, hopelijk. Oh god. Hij is te zwaar. Kun je hem uitschakelen? Als ik dat probeer, gaat hij af. Oké, plan B dan. Naar de locomotief. We moeten de trein stoppen en snel. Kom je nog? Oké, ga maar. Ja, dat is de locomotief. We kunnen er hier langs. Kom op. Iets zegt me dat Asaf dat echt niet zo makkelijk zal maken. Nee. Wat is er? Dicht gelast. Shit. Ze zijn van plan die trein in het dorp, in de stad te laten crashen. En dan gaat de bom af. Het is een suicide. Niet over nadenken. Gewoon doen. Come on. Kom op! Dat is ook dichtgelast. Lukt het? Deze is ook al dichtgelast. Het moet toch een manier zijn? Oh, als jij iets weet, dan hoor ik het graag. Een wissel! Wat? Verderop, een wissel! Als we die gebruiken, kunnen we de trein omleiden en tijd winnen. Oh. Goed idee. Oh shit, nog toe. Wacht maar, we zijn hier. Hebben we niet nog? Oké. Yeehoe! Oh shit, Nadine! Oh crap. Kom op. Oh man, die is niet goed. Let's go. We moeten die wissel omzetten. Het ging net zo lekker. Veel tijd. Op hoge snelheid bochten maken. Doei! Fucking hey. Bam! Jezus! Sam! Hey, yeah. Sam! Waar gaat hij heen? Sam is terug. Oké, nice. Holy shit! Hey! Alles goed? Voor nu wel. Got it. Oké, let's go. Ik ben nog nooit zo blij geweest om te zien. Waar is Nadine? Nog steeds op de trein. We moeten de wissel omzetten. Hier hebben we geen tijd voor. Fuck. Geef ons één minuutje, ja. Oké, nu. Omzetten. Gaat lukken. Oh, kut. Goed, nu, kom aan. Kom op. Yes! Oké. Ik ga naar haar toe. Wacht. Weet je het zeker? Ik bedoel, lijkt me mans genoeg. Sam. Oké, ik probeer. Dank je. Echt. Nadine redde daar deze twijfels, maar als het om Chloe gaat... Oh, I fucking love the guy. Hij is zo onvoorspelbaar en zo likable tegelijkertijd. Alleen die trein die heeft nu nog steeds een gigantische bom daar liggen met Nadine erbij. Oh fuck. Shit man. Oh, daar gaan we. Oh. Jesus Christ. Zo. So. That was insane. Niemand geloven. Nee, ik geloof het zelf amper. Shit. Oh, dat is niet goed.
Come on, come on, come on. Vlug. Ja. Oh, fuck, Asaf. Oh, dit is niet best. Waarom duurde het zo lang? Ja, openbaar vervoer, hè? Oh, fucking hell. Oh, man. Nou, ik vond mezelf altijd best wel een geduldig mens. Oh, god. Maar jullie twee zijn wel heel erg vervelend. Oké. Okay. Oh, man, dit wordt genieten. Oh god, dan toe. Laat het maar zien dan. Oh my god, hij kan ze allebei tegelijk aan. Shit. Hoe doet hij dat? Vecht dan. Geef het maar op. Nooit. Oh, nice. Zo, dit is... We kick his ass. Jullie riskeren je leven. En voor wat? Een stad vol boeren? Je bent echt onuitstaanbaar. Het bloed van de oude koningen stroomt door mijn aderen. Fuck jouw oude koningen. Mijn volk zal herrijzen. Compassie en medeleven, dat zou door je aderen moeten stromen. Jij hebt daar geen druppel van. Pak aan. Oh, nice. Dit is mijn land. Bad. Wat denken jullie nou te bereiken? Oh, dit gaat meer om wat jij kunt verliezen. De bom? Ik koop gewoon een andere. Ik leg je stad in as, dief. De mensen zullen smeken. Oh. Niet als we jou eerst in as leggen. Oh, shit. En nu is het voorbij. Ah, shit. Nu moet ik het alleen doen. Pak aan, stuk ongeluk. Jij bent alles wat mis is met dit land. Je weet best dat je verloren hebt. Nee, 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 nooit, nooit, nooit. Het is voorbij voor jou. Oh my god. Fucking hell, zo! Oké, nou, kunnen we de trein weer op? Jij bent geen held. Mijn oorlog zal de regering aan het wankelen brengen. Dan hebben de schaapjes een herder nodig. En dan ben jij. Niet voor niets gestorven. Klootzak. Oh shit, hij is echt pissig. Ik zal 1000 keer sterven voordat ik je laat vinden. Oh shit, klein probleempje, de brug. Kom dicht en vecht. Zoals jij wilt. Pak aan. Stom. Stuk vreten. Je hebt alles verpest. Alles. Mijn zuivering zou schitterend zijn geweest. Jezus. Waarom ging jij dan niet gewoon dood? Jemig, die vindt ze krankzinnig. Nou ben je te ver gegaan. Zo. Oh, zo. Epic beating. Het is voorbij. Oh. Je hebt nog niet gewonnen. De opstand gaat door. Net als de jonge koning heb jij nog niets bereikt. Het is zoals je al zei. Vooruitgang vergt offers. En jij mag dat offer gaan brengen, Asaf. Gaat te blijven. Rennen! Je gaat ten onder met jouw instrument van dood en vernietiging. Zodat het nieuwe... India van mededogen kan herrijzen. Dat is waar de jonge koning voor vocht. Stop,
Godverdorie. Ga klimmen, alsjeblieft. Jezus. Sam. Son of a bitch. Oh, mijn god. Dat zeggen ze allemaal. Kom, kom, kom. Oh, god. Dank je wel. Oh, oh. Hoe hebben jullie dat in godsnaam overleefd? Luck. Oh ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. En bravery. En samenwerking. In het ravijn met de trein. Ja, dat had geen betere kunnen overkomen. Moet je nou eens kijken. We hebben ze gered. We hebben ze allemaal gered. Wauw. Je krijgt de bibbers er gewoon van, jongens. Ja. Dat was nogal wat. Jazeker. En jullie hebben dat samen gedaan, jongens. Dus, wat ga je nu doen, Nadine Ross? Terug naar Shoreline? Denk het niet. De wapenhandel in? Ik ben klaar met Shoreline. Goed zo, meid. Echt waar? Echt waar. Misschien geloof je het niet, maar dat schatzoeken vind ik toch wel erg leuk. Haha, nice. Ken je nog een egoïstische kreng dat op zoek is naar een partner? Nou, niet jij. Oké. Niet jij. Sorry, ik werk alleen met professionals. Juist. Zeg, waar is die tand? Oh. Jij? Oh my god, nee. Oh, god. Wat? Ik maak maar een fles bier. Ik moet auw, okay. Son of a bitch. Het was mijn laatste sigaret. Man, wat is mooi. Ja. Maar wat doen we ermee? Hoeveel denk je dat we kunnen vangen voor die schoonheid? Nou, moeten we hem wel verkopen? Het ministerie van cultuur geeft ons vast. Genereus. Vindersloon. Ah, top. Ministerie van cultuur. Toch? Fantastisch. Pardon. High five. Jullie zijn echt hilarisch. Het ministerie van cultuur. Ja, Sam, dat gaan ze doen. Oh mijn god, je meent het. Oh, fantastisch, jongens. Hier mogen ze trots op zijn, wederom. Dit is een 9.2 waard zo. I freaking love this. En moet je die credits ook zien? Ah. Vertel dit verhaal even. Ah, dit was echt fantastisch. Het eindige letterfiguurlijk met een bang. Chloe is onzelfzuchtige heldin geworden. Nadine heeft Shoreline vaarwel gezet en heeft in Chloe een vriendin gevonden. En Samuel, die kan nu stoppen met roken. En heeft veel heldenmoed getoond. En Asaf lies buried. Ik heb geen tijd meer om deze game uitgebreid te bespreken. Dat doe ik in een volgende video. In een podcast. Ah! Oh, toch nog pizza eten achteraf met dat kleine meisje. Zoals ze beloofd had. Ik weet het. Privéverzamelaar. Huh? Maar luister nou even 1 seconde. Ik begrijp volledig dat jullie willen teruggeven. Dat is mooi. Dat vind ik echt. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar ik wil niet met niets eindigen. Eet nou maar gewoon. Ah, Mina, you are a treasure. Stond op het punt te zeggen, fuck, dit is goeie pizza. Oh, geweldig. Dat is waar we het voor doen. Dat soort momenten. Dit was een fantastische game. Niet zo goed als A Thief's End. Niet zo emotioneel involving als Nathan's verhaal, maar alsnog ijzersterk. Omgevingen waren in ieder geval mooier, prachtiger. Actie was ook beter ingericht, vond ik. De villain
de villain die eindigde op nog best wel goede manier. Dat eindgevecht was echt sick. Maar goed, we bespreken dit allemaal uitgebreid later. Ik vond dit een geweldige ervaring. Ik hoop jullie ook. En ik zie de volgende keer bij het kanaal van Mace Stormtroop Cypher om uitgebreid te praten over Uncharted The Lost Legacy. Dit is de laatste game in de Uncharted reeks. Voorlopig, want ik weet niet wat Naughty Dog in de komende jaren van plan is. Maar jullie zullen vast heel erg gaan genieten van de volgende game. Het absolute meesterwerk dat ik ooit in mijn leven heb gezien. En dat mij ook best wel veranderd heeft en heeft geleerd. The Last of Us. Ook van Naughty Dog.